en meisjes, belangstellenden van de Landmachtdagen 2016 in Alkmaar. Ik ben blij te zien dat u met grote getalen aanwezig bent om te gaan kijken naar onze demo zometeen. Mijn naam is luitenant Wouter en ik ben pelotonscommandant van de Luchtmobiel Infanterie Gevechtspeloton. Onze eenheid is de Red Devil Company en wij zijn de parachutisteneenheid van de Koninklijke Landmacht. Als u dadelijk zelf een parachute wil omhangen, kunt u dat doen op de stand achter mij. Vandaag zijn wij hier om met onderdelen van de 11e Luchtmobiele Brigade op het Waardplein in Alkmaar te laten zien wat wij allemaal kunnen, hoe wij werken en wat voor materiaal we hebben. Tevens is er een Duitse eenheid aanwezig met wie wij nauw samenwerken. Ook zij hebben een stand om te laten zien wat voor materiaal zij hebben. Hun stand bevindt zich daar. Bij al deze stands staan militairen die u graag iets extra's willen vertellen en waar u met uw vragen terecht kan. Wat u over enkele minuten gaat zien is een demonstratie van een groep luchtmobiele infanteristen, aangevuld met ondersteuning van een sniperkoppel en een verkenningselement. Steeds als de eenheid stilstaat, zal ik proberen uit te leggen wat u gezien heeft. De groep die zometeen voorwaarts gaat, heeft als opdracht meegekregen om de gesignaleerde vijand onschadelijk te maken en daar wel mogelijk krijg te vangen. Hierbij zal, zoals eerder gemeld, gebruik gemaakt gaan worden van simulatiemunitie. Schrik dus niet van dit geluid. Tevens wordt, zoals u kunt zien, alles gevolgd door een cameraploeg. En zij zullen het meteen live uitzenden op het grote scherm. Hierop kunt u dus ook meekijken. Ik zou het wel redelijk horen. Ik ook. Al voor minimaal 12 uur ligt er een sniperkoppel in positie met waarneming op het vijandelijk doel. De snipers liggen daar op het dak in positie. Dat zie ik echt niet pas. Kijk, dat is in dit geval hebben zij waarneming op een gebouw met een voertuig, inclusief 3-man vijand. U moet zich inbeelden dat het gebouw uiteraard volledig ommuurd is. Normaal gesproken zult u het sniperkoppel niet kunnen zien liggen door een goed gecamoufleerde kleding. Het sniperkoppel zorgt ervoor dat alle vijandelijke bewegingen gezien worden en dat we precies weten wat het patroon van de vijand is. Het sniperkoppel treedt op met minimaal 2 personen. Ze hebben de beschikking over goede waarnemingsmiddelen voor zowel bij dag als bij nacht. Goed gecamoufleerde kleding, een radio om alles wat ze zien meteen door te kunnen melden en een sniperwapen, de accuracy, waarmee ze de vijand over grote afstand kunnen uitschakelen, mocht dit nodig zijn. Luchtmobiel treedt altijd ver in het vijandelijk gebied op. Daarom worden we door de lucht ingezet om snel en ongezien in het achtergebied van de vijand te komen. Door de lucht kunnen wij worden ingezet door een helikopter of middels een vliegtuig. Deze kan ons aan de grond afzetten of wij springen eruit, zoals ik zojuist gemeld heb, middels een paradrop aan een parachute. Ook hebben wij nog de mogelijkheid om per voertuig of boot op te treden. De groep die zometeen voorwaarts gaat, beschikt zelf ook nog over een verkennend element. En deze gaan kijken of het plan van de commandant ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. U moet dan bijvoorbeeld denken of de wijze van naderen de juiste richting is. U ziet zo eerst het verkennend element vanuit het water op de kade komen. Dat zal daar gebeuren. De genie heeft de capaciteit om vanaf het water met boten te opereren. En uiteindelijk zal het verkend element alle informatie die ze hebben doorgeven aan hun commandant. U kunt nu richting het water kijken of naar het scherm. Waar zijn we net op de
Klopt. Zijn we al komen? Ja, daar komen ze al. Nim lekker. Ik heb elektrische vijgen. De verkenners naderen nu via het water. Dit is toch niet wat? Waarom dan? Ook op dusdanige afstand van de vijand aan land komen, zodat de vijand er niet kan zien. Uiteindelijk nemen zij een beschutte locatie in, zodat hun alles van de vijand kunnen zien, en dit geven zij direct door aan hun commandant. De groep die zometeen voorwaarts raakt richting het doel, is afgezet door een helikopter. Ze staan nu al op de grond in afwachting van het teken om richting de vijand te gaan. De groepscommandant krijgt op dit moment de laatste intel van de verkenners over het doel en deze gaat hij delen met zijn groep om uiteindelijk richting de vijand te gaan. Tevens zijn er tijdens dit soort acties ook altijd helikopters boven ons in de lucht aanwezig om zorg te dragen voor de beveiliging van onze omgeving. Dit noemen wij de buitenring. Ze zorgen ervoor dat de groep op de grond ongestoord hun werk kan gaan en dat de vijand niet meer kan naderen richting ons doel. Tevens kunnen we hierdoor snel onszelf afvoeren met eventuele gewonden en krijgsgevangenen en terugvliegen richting eigen gebied. De groep heeft de laatste intel binnen en gaat nu voorwaarts. Denk hierbij aan het lawaai. U zag zojuist de hoofdmacht naderen naar de vijand. Deze groep is onderverdeeld in twee teams met elk hun eigen taak. Deze teams noemen wij fireteams. Eén team heeft het hoofddoel, het gebouw geïsoleerd. Dit deden zij door alles wat invloed uit kan oefenen op het doel onschadelijk te maken, zodat het andere team ongestoord zijn werk kan gaan. Het team ging als eerst naar het voertuig om daar de vijand te neutraliseren. U hoorde de voorste verkenner tegen de vijand vertellen wat hij moest doen. Deze zal vervolgens onder beveiliging krijgsgevangen gemaakt worden, zoals je nu ziet. Hij zal eerst worden gefouilleerd. Daarna zal hij zijn visueel niet meer zichtbaar kunnen maken en zijn handen zijn geboeid. Hierna wordt hij gereed gemaakt om snel afgevoerd te worden. Zoals u zag gaf de vijand zich niet zomaar gewonnen. En een van hun vluchtte uit het gebouw naar buiten. Het eerste team probeerde hem uit te schakelen, maar dit mislukte en de vijand vluchtte achter het gebouw. Achter het gebouw werd hij door het sniperteam op het dak uitgeschakeld middels één precisieschot. Het andere team stapte vervolgens het gebouw binnen. Ze schoten het slot van de deur af met de shotgun en gingen vervolgens het gebouw in. Hier voeren ze met vier man hun drill uit om de ruimte veilig te stellen van dreigingen. De vijand in het gebouw schoot op ons team waarbij één gewonde viel. Hierna werd de vijand direct door het team onschadelijk gemaakt.
U ziet dat de medic meteen met de gewonde bezig is om hem te verzorgen. De gewonde wordt op dit moment verzorgd door een medic. Deze medic volgt een speciaal protocol om de slachtoffers zo goed mogelijk te verzorgen. Tevens is er hier op het Marktplein een veldhospitaal waar uiteindelijk de gewonde naartoe afgevoerd zal worden, waar u voor extra informatie over dit protocol terecht kan. Om snel in te kunnen grijpen, heeft medische capaciteit in de gevechtsdienst bij ons een hoge prioriteit. Onze medic zal er alles aan doen om de gewonde zo stabiel mogelijk te houden, totdat hij op de behandeltafel komt bij specialisten. Hierna zal er ook dit slachtoffer vervoersgereed gemaakt worden om snel en veilig luchtmobiel afgevoerd te worden. U kunt nu zien dat de krijgsgevangene nog steeds op een veilige locatie gehouden wordt en klaar om af te voeren. De medic heeft er tevens voor gekozen om een infuus te plaatsen bij het slachtoffer. Dit infuus zorgt ervoor dat de gewonde stabiel blijft en buiten levensgevaar. Tevens heeft de medic geconstateerd dat de slachtoffer een schotwond in zijn borst had. Deze schotwond heeft hij snel afgeplakt, zodat het bloeden stopt en hij dus buiten levensgevaar blijft. De rest van het team heeft ondertussen positie ingenomen rond het object. Dit noemen wij een 360 graden beveiliging. De groepscommandant vertelt tegen zijn groepsleden waar ze positie in moeten nemen en richting welke kant ze beveiliging in moeten nemen. Ook staat de groepscommandant in verbinding met de commandant van de helikopter om precies te weten wanneer de helikopter aan de grond staat om snel weer in te kunnen stijgen en terug te vliegen naar eigen troepen. De gewonde wordt op dit moment op de brancard gelegd. Tevens moet hier al zijn uitrusting opkomen, want ook die moeten we mee terug richting eigen gebied. Al met al weegt de uitrusting van de gewonde militair zo'n 30 kilo, exclusief zijn eigen lichaam. Deze uitrusting ligt ook uitgestald bij de verschillende standjes en hier kunt u dus zo meteen een kijkje gaan nemen. Zoals u kunt zien is de 11e Luchtmobiele Brigade een snelle, inzetbare, lichte infanterie-eenheid. En we zijn wereldwijd binnen 7 dagen inzetbaar. Nu de vijand krijgsgevangen is gemaakt en de gewonden geholpen, is het tijd om terug te keren naar het vliegtuig, herstel de helikopter. Deze helikopter staat nu aan de grond en de groep zal terug verplaatsen hier naartoe om terug te vliegen. Zoals u heeft kunnen zien, zijn onze acties vaak kort, maar hevig. De vijand wordt overrompeld door een snelle en goed gecoördineerde actie. Deze actie is altijd van tevoren tot in de puntjes voorbereid. Zodat we uiteindelijk ook weer snel uit vijandelijk gebied terug kunnen vliegen richting eigen troepen om ons voor te bereiden op de volgende actie. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. En tevens wil ik u erop wijzen, nogmaals, dat u bij de standjes terecht kunt voor extra informatie.